Ik ben Stefan Mits, arts en illusionist, maar vooral arts. Mijn fascinatie voor de medische wetenschap combineer ik met illusies. Ah, dat is niet normaal! Ik maak nooit gebruik van acteurs. Dit is Medifuck. Meneer de Wit, let goed op dit balletje. Oké. Is dit balletje gevolgd? Ja. Hij zit hier. Oh, hij zit hier? Ja. Hè? Deze dan. Oké, nou hier. Hier moet hij dan wel in zitten, hè? Ja, tuurlijk. Hè? Hè? Meneer de Wit? Ja. Kom maar even mee naar de röntgenkamer. Hè? Nee. Hè? Hoe die dat erin heeft gekregen? Geen idee. Echt medifuck. Maar als je het weet, is het ook niet leuk meer natuurlijk. Echt, ik ga even naar het toilet. Mevrouw. Ja? U kunt niet meer lopen. Nee. Oké, okay, kijk maar aan. Kijk maar aan. Kijk me heel diep aan. En voel je ademhaling. Haal diep adem. Haal diep adem. Kijk naar mijn hand. Kijk naar mijn hand. Kijk hiernaar. Kijk daarnaar. Je kijkt nergens meer naar. Je voelt niks meer. Je voelt niks meer in je benen. Je kan ineens staan. Ga maar staan. Kom maar. Ga maar staan. Ga maar staan. Je voelt geen pijn meer. Niks meer. Je staat gewoon. Hè? Kijk maar weer aan. Het is weer terug. Echt niet normaal. Ik bedoel, ik ben al 10 jaar verlamd, hè? En ik stond gewoon. Ik snap helemaal... Het is zo bizar. Meneer Ploeg. U gaat mijn gedachten lezen. lijkt me niet. Kijk mij aan, in mijn ogen. En zeg het eerste woord wat in je opkomt. Het eerste woord. Tumor. Nee. Hè? Wat? Hoe doe ik dat? Hoe doe jij dat? Ja, jij hebt dat gedaan. Holy shit. We gaan een stapje verder. Okay. Twee woorden. Een getal. En een woord. Nee, wacht. Oké. Okay. Concentreren. 12 weken. Nee. Nee, niet! Wat? Huh? Holy fuck! Tumor, 12 weken. Dat had jij in je hoofd. Ah, en dat heb jij in je hoofd. Sorry? Wauw, dit is echt holy, ik weet niet hoe. Ik heb gewoon zijn gedachten gelezen. Ik moet er wat mee gaan doen, man. Snel ook. Dit is een normale hartslag, toch? Ja. Let op die hartslag. En hè? Is hij echt... Hij is echt dood? Ja, hij is dood. Hoe dan? Hè? Illusie is afleiding. Terwijl iedereen naar mijn rechterhand keek, kneep ik met mijn linkerhand de keel dicht van de patiënt. Vandaar de flatliner. Ja, het is gewoon bizar. Je staat er bovenop, maar je ziet gewoon niet wat er gebeurt. En hij kwam gewoon van blinde darm. Ja, dit is wel echt... Dit is echt medivac.